Yes, we zijn live. Dag makkers. Het is een beetje laat op de avond om nog te braden, maar door omstandigheden zit ik een klein beetje vast in de brouwerij. Ik ben deze week positief getest en ik heb een betere manier gevonden om mij af te zonderen in de brouwerij. Ik hoop dat mijn geluid aanstaat. Ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Oké, super. Kan iemand het audio checken? Ja, dat is waar. Ik ga mij heel even rond, want ik heb net gedaan met centrifugeren en ik ben ook aan het filteren. Ik ga heel even laten zien wat we allemaal in de tank hebben zitten, wat we afgevuld hebben, wat we barrel hebben liggen en wat ik allemaal mee bezig ben. Dus eerst hebben we nu net een IPA afgevuld, die is eigenlijk gecentrifugeerd. Die is van die tank, is die eigenlijk door die piping en dan uiteindelijk naar die tank gegaan. Dus ik zal eerst de centrifuges laten zien. Maakt een klein beetje lawaai, dus ik kan er niet heel lang. Dus voilà, hier de centrifuge. Dus daar is hier wel het allerhoppigste uit het bier. En die staat dus nu klaar voor deze week af te doen. Ik heb hier dit is gecentrifugeerd, hier is heel helder. Dus die pijp hier, dat is het schoon. Ja, ik kan nu de brouwerij uithalen. Ik zal eens even samplen van de tank. Dus Tropical Flux noemt het bier. Het is een 7% New England IPA. We hebben net de Cold Hawaii afgevuld. Super bittere, clean, crispy IPA. Wel heel heftig bitter. Dus als het bitter niet voor jou is, dan is deze. Voilà, zo, hier. Check. Ja. Dus dit is onze eerste HDHC IPA. Dat is een high density. Mooie brouwerij. Het is een high density hot charged IPA en we gebruiken daar Incognito. Dat is een relatief nieuw hopproduct van Bart Haas. Het is een soort vloeibare hop. Dan gebruiken we ook Spectrum, dat is meer voor active fermentation om biotransformatie te boosten. Dus ik heb heel fruitige aroma's. Dus deze wordt hopelijk donderdag afgevuld, maar dan moet ik eerst mijn PCR-test nog doorstaan. Dus dat is deze. Ik heb ook nog een heel mooi bier op de tank zitten. En dat zit in deze. En dat is onze eerste Kölsch. Dus een soort pilsnerstijl bier, ook heel mooi doordringbaar. En het moet nu lukken dat we net Daniel hebben aangenomen voor de bar te runnen. En die komt uit Keulen. Dus die zijn ouders die brengen deze zondag volgens mij echte Kölsch mee. Dus het is heel mooi om te vergelijken. Dus wat ben ik nu aan het doen? Ik dacht ik moet mij afzonderen. Waarom ga ik niet gewoon een zot brouwsel doen? Ik heb gewoon iets gekozen dat ik zelf heel graag wou brouwen en dat is een Imperial Stout met hazelnoot, karobe. Ik zal het iets laten zien. Ik weet waar dat ligt. Ik weet dat Sjoerd aan meekijken is. Misschien weet hij wel waar ik dat gelegd heb. Deze naar boven gaan. Voilà, hier zijn we meer bij de opslag. En hier begint eigenlijk het brouwen. Dus hier krijgen we ons graan aan. En dan gaan we die hier malen. En vanaf het gemalen is,
dan brengen we die eigenlijk naar hier beneden. Dus we storten van boven in de tank. Daar gaan we het inmeisje. Sjoerd, volgens mij boven in de kast naast de muitkamer. Dus die karobe, dat is iets heel moois. Er is iets tussen vanille, is eigenlijk ja, een beetje vanilleachtig. Ja, had ik misschien eerder moeten klaarleggen. Nou. Het is een 12% stout en we gebruiken heel veel mout. En we konden het niet in één keer in onze brouwketel doen, dus hebben we het reiterated mashing methode gedaan. En dat wil zeggen, je gebruikt de helft van je mout, gebruikt je eerste beslag en filtert dat. En wanneer het hier gefilterd is, doe je de rest van de mout erbij. En normaal gezien gebruiken we maximaal 250-300 kilogram mout per brouwsel. En hier gaat 600 kilogram mout in. Het is een heel, heel dik bier. Ik zal laten zien. Ik denk dat je het kan switchen. Voilà. We zijn ook aan het filteren. Dus eigenlijk, voilà, hier komt hij uit, filter onder. Voilà, loopt hij zo. Door de tellen. Zo in deze ketel. Voilà, dus komt het al hier, dus het tweede brouwsel is nu aan het filteren, ook in de koolketel, een heel diep beslag en gaan we ongeveer 1000 liter over, gaan we nog eens 10 uur inkoken en gaan we nog harder concentreren, waardoor we echt een heel, heel dikke stroperige pas hebben. Het moet een heel viskeuze stout zijn. Ja, en dan, ik ga er een klein beetje lactose in om, op, om heel mooi met die hazelnoot te combineren. Voilà. Wat hebben we hier nog? Dit is de koelcel. Dus. Ja, ik had geen verbinding in de koelcel. Maar wat ik eigenlijk al wil laten zien is het nieuwste bier dat we gebrouwen hebben ook. Dus de koffieconnoisseur geijsdestilleerd. Daarna hebben we die gebarrel aged. En die vaten staan hier nog. En dat zijn deze vaten hier. daar heeft het 3 maanden op gelegen. Daarna hebben we het eruit gehaald en tonka nog eens een week op laten rijpen. En dat is ook een heel mooie stout geworden. Voilà. Wat ik natuurlijk ook niet mag vergeten te laten zien is de canning line. Ik denk dat de meesten die al wel voorbij hebben zien komen. Zie hier aan de blikjes op. Zo. Wacht, ik zal het misschien zo doen. Dus. Blikjes gaan hierop, worden die zo door de etiketteuze gehaald. Hier worden ze gespoeld, dus die worden ondersteboven met een waterstraal gespoeld. Dan worden die terug rechtop gezet. Dit zijn 6 koppen die ronddraaien en die worden onder tegendruk gevuld. Daarna loopt die naar hier en dan gaat er daar het dekseltje op. Hier wordt er nog eens aangedrukt en hier wordt eigenlijk het dekseltje vast gedraaid. En daar komen we dan in de inpak. Hier nog onze eerste batch mout. En dan wou ik enkel nog verklappen dat we nog een barrel aged bier gaan uitbrengen. En moet ik eens even kijken. Dat zijn ook, voilà,
Die twee waren gebruikt voor de koffieconnoisseur en drie barrels liggen nog een barley wine op. En we hebben ooit, ik denk een jaar geleden, een livestream gedaan en dan hebben er een paar mensen een brouwdag gewonnen. Samen met dat heel tof clubje mensen hebben we samen een bier bedacht. Het is uiteindelijk een barley wine geworden, die hebben we samen met z'n allen gebrouwen. Zonder september geleden dat die gebrouwen is, want daarna is die barley wine nog op barrels gegaan. En die is nu bijna klaar, dus die komt er ook bijna aan. Centrifuge is bijna gedaan met sippen, dus het reinigen. Dus ik moet een klein beetje verder aan de slag. Misschien kom ik nog wel eens live, maar dat zien we wel. Sowieso als het 10 uur aan het koken is, heb ik tijd zat. En dan ga ik los van het slapen ook nog een van de biertjes drinken natuurlijk. Goed, merci voor het kijken, mannen. Yo.